Hey daar, welkom terug. Vandaag lezen we een verhaaltje van Kabouter Plop. Klus is nieuwsgierig. Kwebbel, Lui en Plop zitten in het bos onder de grote eik. Vandaag is Klus jarig en ze willen hem een verrassingsfeest geven. En natuurlijk mag Klus niets weten, want anders is het geen verrassing meer. Maar Klus brandt van nieuwsgierigheid. Hij moet en zal weten waarover Plop, Kwebbel en Lui het hebben. Klus sluipt naar de achterkant van de grote eik en klautert in de boom. Hij klimt tot hij boven op een grote tak zit, maar krak doet de tak. En voor Klus er erg in heeft, breekt de tak af. Klus valt samen met de tak naar beneden. Zijn plannetje is mislukt. Maar zo gauw geeft Klus niet op. Hij heeft nog een idee. Klus smeert modder in zijn gezicht en propt gras en bladeren en takken in zijn broek en zijn schoenen. En kijk, even later is Klus niet meer te zien. In de plaats staat er een struik in het bos. Een struik met kabouterschoenen en een kaboutermuts. Vermomd sluipt Klus naar de andere kabouters. Maar die hebben natuurlijk snel iets in de gaten. Een wandelende struik waar twee kabouterschoenen onderuit steken, dat kan alleen maar Klus zijn. Wacht maar, ze zullen hem een lesje leren. Plopper de Plop, zegt Plop heel luid. Klus is de vervelendste kabouter van het hele kabouterbos. Dat vind ik ook, zegt Kwebbel. En Lui geeuwt. En zonder nog om te kijken, lopen ze weg. Klus blijft bedroefd achter. Nu heb ik geen vrienden meer, denkt hij. Droevig loopt hij naar zijn paddenstoel. Maar als hij het deurtje openmaakt, vliegen zijn mutspunten in de lucht. Verrassing! Klinkt het luid. Daar staan Kwebbel, Lui en Plop. Plop heeft een verjaardagstaart voor Klus. En Kwebbel geeft hem een grote ruiker bloemen. En Lui? Lui heeft een verjaardagskaart voor Klus. Oh, Klus is dolblij. Wat een fijne verjaardagsverrassing. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!